Yo mensen, welkom bij een nieuw video op mijn kanaal en vandaag een gloednieuwe video dus. Vandaag gaan wij dus spelen zonder aim assist. Maar voordat we dat doen, moeten we natuurlijk eerst naar de settings gaan. En moeten we natuurlijk het balkje aim assist moeten offzetten. Hier zien jullie het al, in de thumbnail staat het ook al. Het balkje moet op off staan. En dat betekent dat jij qua richten een heel groot probleem gaat krijgen. Dus met aimen, denk ik. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Dit is mijn eerste keer. Dus laten we gaan kijken. Drop die like op deze video en we gaan kijken wat dit gaat worden. Wat deze video gaat brengen. Oké, we zitten momenteel in de game. En ik zeg je eerlijk, ik heb hiervoor een opname gehad. Dat geef ik gewoon toe. En het is gewoon mokerlastig. Ik heb het geprobeerd. Alleen je aim gaat gewoon naar Tokio. Ik zeg je eerlijk, je aim gaat van hier naar 1000 kilometer. Het is gewoon zo scheef als een kanarie. Echt, holy moly. Nee, ik zeg je eerlijk, het is... Als dit me lukt, nu, in deze video, top 3 te eindigen, wil ik van iedereen like. Ik wil ook voor iedereen like. Ja, geen. Geen wapen. Ongelooflijk. Zonder aim. Oh, de papies. Oh. Je zag wel hoe scheef mijn aim dat was, ouwe. Dat zag iedereen, hoe scheef mijn aim was. Oh, aim assist. Weet je hoeveel zin ik heb om nu straks weer te spelen met aim assist? Weet je hoe chill aim assist dan eigenlijk is? Dat zie je dan maar weer. Dat is echt niet normaal. Oké, okay, please. Iets qua heal, alsjeblieft. Als chuk. Madkit. Oh, heilig! Je zag gewoon hoe scheef mijn aim dat was. Wauw. Hoe ga ik dit in vredesnaam doen? Hoe? Kan iemand dat mij uitleggen? Oké, voor mijn guy. Hoe dan? Bro, ik kan gewoon niet spelen eigenlijk. We kunnen wel duidelijk laten zeggen, jongens. Ik kan niet spelen gewoon. Dit is gewoon. Ja, ik heb gewoon mazzel dat ik hier even aimbot had. Maar ook de flickshot, het is zo lastig. Je kunt hier zien waar de storm is, toch? Dat is wel. Ik heb dit nooit gehad, dit wapen. Dat is ziek. Dat is echt ziek, man. Dat je een storm op zo'n sniper kunt zien. Lol, die moeten we zeker hebben. Maat, hoe lastig is het op een schaal van 1 tot 10? Knijter lastig. Holy moly, Jochem. Zeg dat wel. Oké, ik zie een drop voor mij. Die moet ik sowieso hebben. Als er daar iemand op afkomt, jongen. Wow, die ga ik even laseren. Zonder aim assist. Ik zie niemand. Zo weinig mogelijk mensen gebruiken. Daarnaast jongens, deze video komt waarschijnlijk op vrijdag online. Dan ben ik al bijna weer terug van vakantie. Ben ik al 2 weken vakantie geweest bijna. Ik ben een maandag ben ik weer thuis. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor alle support op de video's, hoop ik. Ik hoop dat jullie een beetje goede support hebben gegeven op de video's. Maar ik kan het dus niet zeggen. Dus ik kan ook niet zeggen van, ja, jullie hebben echt zieke support gegooid. How was dat mis? Ook al heb ik geen aim assist, die mocht wel raak zijn op zich.
Die mocht wel raak zijn van Fortnite. Hoe was die mis? Waar is die guy überhaupt? Vecht, vecht jullie maar. Vecht jullie maar, vecht jullie maar. Lekker. Wow, die guy is goed volgens mij. Lekker, lekker. Oh! Zonder aim assist. Get owned, buddy. Hoe dan? Deze man is gewiept. Holy moly. Zonder aim assist gewoon. Zonder aim assist. Dat is toch ziek? Dat is toch ziek? Let's go! We hebben 4 kills. Dit is toch ziek. Maar we wouden het even terugkomen op mijn verhaal. Even terugkomen op mijn verhaal, zeg maar. Ja, ik kan dus niet aangeven van... Ja, jullie hebben ziek lekkere support gegeven op de video's. Ik hoop het massaal. Dat jullie allemaal de video's hebben geliked. Lekker reactie achtergelaten hebben. Alleen, ik kan nu wel zeggen... Dat op dit moment van opname, dat is 2 weken geleden... Dat de laatste 2 video's over de 20.000 views hebben... volgens mij de laatste video heeft volgens mij 22.000 views. En de ene laatste heeft 28.000. De video daarvoor heeft 12.000 of 13.000. En die video daarvoor heeft iets over de 40.000. Dus ik wil jullie massaal bedanken, jongens, voor al jullie support. Jullie zijn bazen, jullie zijn beesten. Alles. Dus thanks iedereen. Ja, dat ja. Weet je, ik heb misschien wel een leuk verhaaltje nog. Kijk, wanneer een video voor mij wat slechter gaat... Kijk, wat voor mij een... Dat is misschien ook wel leuk om te weten. Wat voor mij een redelijk doel... Wat mijn doelen zijn voor video's. Dus als ik zeg van... Even kijken hoor. Kijk, wacht. Ik ga het jullie even duidelijk laten maken. Wait a second. Ik pak even deze drop. 5 launchpads heb ik. Kijk, even deze drop. En dan ga ik weg met launchpad. Want voordat die guy mij gaat pushen. Oké, ik ga het even simpel houden. Misschien na kort, weet ik niet. Maar even simpel. Je hebt iedere YouTuber heeft een bepaald aantal views wat je wilt gaan halen. Dat kan variëren. Dat hangt ook totaal af van jouw aantal abonnees. Je hebt natuurlijk mensen met over de 100.000 abonnees. Die pakken nog niet eens 1000 views. Nou, Die moet zich schamen, wil ik niet zeggen. Maar die moeten dan echt een ander kanaal aanmaken. Want dat is gewoon... Dat staat voor geen meter, vind ik. Oké, ik heb 58k abonnees op dit moment van opname. Nou, 58k 100 op dit moment van opname. Ik ben benieuwd hoeveel na 2 weken het is. Na de video's. Op dit moment van opname 58k 100. Oké. Ik ga het jullie vertellen. Mijn doel van een video... Kijk, ik heb 2 verschillende content platformen. Ik heb Real Life... En ik heb Fortnite. Maar real life content, ja, dat is natuurlijk wel, dat verwachten mensen niet zo vaak. En dat zou altijd wel minder bekeken worden, dus daar hou ik ook rekening mee. Dus dan hoop ik altijd maar dat hij rond minimaal 6.000-7.000 pakt. Dat is op zich netjes. Voor iemand die niet real life content uploadt. Zeg je dat? Vaak? Ja. Raids bedoel ik, raids. Dat was hem. Maar een Fortnite video, ja, die moet voor mij eigenlijk minimaal wel 10k views pakken. Elke video. Ja. En haal ik dat niet, ja, dat is gewoon kut. Dat is gewoon echt heel kut. Dan kan ik depressief niet. Dat is weer zo'n overdreven woord, maar... Als ik mijn views niet behaal die ik wil behalen... Ja, dan kan het voor mij echt... Nou, ja. Holy shit, ik had zieke aim eigenlijk. Ja, nogmaals niet echt depressief, maar weet je... You know.
Weg, gone, loose. Ik heb geen zin om die fight aan te gaan. Oh, waarom zou ik die Chuck-Spice niet eens innemen? Lol. Waarom niet eens neer? Wee, ik ben pauperdom. Dan kon ik die bandits gewoon meenemen. Oké, ik ben echt dom. Dat werkt nu pas. Alright, next. Dus de video's, ja. 10.000 voor minimaal voor Fortnite. En real life minimaal 6.000, 7.000. Dat is voor mij een streven. Wat ik even wil zeggen. Ja, als ik het niet haal, dat is gewoon kut. Dat is gewoon, daar kan ik echt naar boos worden. Niet, maar. Dat is gewoon echt wel naar. Jij bent echt knoeterirritant. Dat zeg je wel even eerlijk. Piek nog één keer. Jij bent echt wel irritant. Jij bent echt, echt gewoon. Jij bent echt zo'n irritant rotjoch. Die iedereen zit te irriteren hier. En dat ben je momenteel echt. Oh, dit. Als die raak was, hè. Ik ging janken. Ik ging janken. Als die raak was. Mensen gaan beestjes bouwen. Bro, dat doen we in season 1. Even serieus. Mensen gaan beestjes bouwen. Met deze cirkel. Oh, dat deden we vroeger, bro. Dat deden we vroeger. Reden we vroeger aan Matsko. Waarom ga je nu beestjes bouwen, pik? Hoe snel schiet is dit? Ja, redelijk. Waar is de next circle? Alright. Ik heb mijn partij lijp gekillstield hier, jongen. Dat is wel ziek. Bro, die guy krijg ik echt snoet tot de max. Oh ja. Wat gozer, nog 6 mensen. Kom op dan, boys. Top 3 zei ik, hè? Dan moet je iedereen liken. Top 3. Op zich, ik zit hier lekker, ouwe. Oh nee, shoot. Ik ga sowieso launchpad gebruiken. Maar dat doe ik al straks aan het eind. Als ik nu ga, dan weet ik het wel weer. Wordt keihard gelezen door de mensen. Dus laat ik ons launchpad. We hebben nog 3, dus dat is super chill. We hebben nog 1000 mats. Dus op zich moeten we qua mats ook niet heel verkeerd uitkomen. Right. Volgens mij zit ik nu wel echt in het midden gewoon. Holy shit, zoveel mensen nog, gast. Mijn aim. Kom op, jongens. Top 3. Ik heb beloofd. Top 3 moet ik halen. Dat vind ik prima. Ik zit er bijna op 3.
Holy shit! GG in de chat! Ik bedoel, like deze video! Hoe heb ik dit gedaan? Holy shit! Wat een zieke game! Ik had geen match meer, deze guy zat ziek op mijn hielen. Ik had geen aim assist. Ik kan jullie bewijzen dat ik geen aim assist aan had. Alles, ik kan jullie bewijzen. Sowieso kan ik jullie bewijzen. Hier. Aim assist off. Hij stond off. Holy shit, 7 kills hebben we gehaald. En een victory royale. Like op deze video. Ben je niet geabonneerd, jongens, doe het dan even. Dankjewel voor jullie support. Jullie zijn een bazen. Drop een reactie, drop een like. Zet het belletje aan. En tot de volgende video. GG's, holy shit.